Hey, met mij een hele goede morgen. Het is op het moment 7:30 op een donderdag. En vandaag geen workout met Koolhout. Die komt op zondag deze week. Omdat ik vandaag mijn haren ga laten veranderen. Ja, ik ga er extensions in laten zetten. En daardoor verandert mijn haar dat het een stuk langer wordt. Ik weet nog niet precies hoe of wat. Maar dat gaan we allemaal zien. En ik dacht, als ik nu een workout met Koolhout opneem, dan klopt er helemaal niets meer. Weet je, dan zie je mijn workout met Koolhout en dan zou ik eigenlijk lang haar moeten hebben. En dan heb ik nog kort haar, als ik hem al eerder op had genomen. Dus helaas is er vandaag geen workout met Koolhout, maar wel deze video. En zondag krijg je dus een nieuwe workout met Koolhout, waarin ik een home workout ga doen. Ik ga bij de kapper extensions laten zetten. Dit ga ik doen in Wamel, waar ik vandaan kom. Ik had wat recommendations gehad vanuit mijn omgeving om daar mijn extensions te laten doen. Dus dat ga ik dus nu doen. Dus dit haar is straks heel anders. Maar goed, laten we eerst even op tijd bij de kapper zijn. Dus let's go! Leuk, een voice-overtje. En dit is het haar wat erin gaat. Ja, dit zijn de ringetjes die ze gebruiken om de extensions erin te zetten. En ik ga nu even laten zien. Kijk, een andere kapster had eventjes een stukje gefilmd. Ze had verticaal gefilmd, dus ik kan er mooi drie naast elkaar zetten. Die ringetjes worden dus in het haar bevestigd. En dan wordt daar vervolgens de matten worden daar aangenaaid. Maar daar komen we zo op. Dus hier zie je dat ze bezig is met het touwtje, waar je mee gaat naaien, en de ringetjes in mijn haar zetten. Dus ja, dit is de onderste mat die zijn aan het zetten is. En er gaan drie matten in, is het plan. Dus dat zijn we hier aan het doen. Nou, hier zie je de mat. En deze wordt dus vastgenaaid aan die ringetjes. Dus het wordt, je kunt het ook met de methode dat je een vlechtje in je haar krijgt. Maar dit is weer een nieuwe methode dat je het met ringetjes doet. En ik heb er inmiddels mee geslapen en ik voel het dus niet zitten met slapen. Een heel klein beetje, maar niet storend. Nou, de eerste mat, of misschien wel de eerste twee matten zitten er hierin. En je ziet dat de kleurverschil van met mijn eigen haar best wel groot is. Maar daar moet je even doorheen kijken hier. Ook die krullen die erin zitten, die gaan er ook uit zodra het gewassen is. Als ik het goed heb, of misschien zelfs al de derde. Misschien zo hoog is alweer de derde mat. Het is een beetje allemaal steeds hetzelfde. Ringetjes, matten, naaien, ringetjes, matten, naaien. En dat drie keer, zodat ik drie lagen in mijn haar krijg. Kijk, hier zie je weer hoe lang mijn eigen haar is. En nu zie je ook nog heel veel verschil met de matten. Maar dat komt straks allemaal goed. Nou, heb ik een stukje opgenomen dat ze het echt vastnaait. Het lijkt echt alsof ze een soort Frankenstein, alsof ze in mijn hoofd aan het naaien is. Maar het zit dus door het ringetje bij mijn, door het ringetje van in mijn haar die vast zit. Lekt. Kijk, nu zitten ze er volgens mij allemaal in, wat in eerste instantie de planning was. Nou, het is gewassen en nu zijn de krullen eruit, is met zilver shampoo gewassen, dus het kleurt. Ja, ze zijn niet meer geel, maar ze kleuren echt mooi mee met mijn eigen haar. En dan is het tijd om eventjes de dunne punten te knippen. Aangezien de onderste mat natuurlijk langer is dan de bovenste mat uiteindelijk. Dus de punten worden eventjes bijgeknipt hier. En mijn eigen haar wordt een beetje uitgedund. Maar we zijn erachter gekomen dat we toch vonden dat ik te dik haar had voor drie matten. Dus er gaat nog een vierde mat bij. Aan beide kanten van mijn hoofd zie je, ja, nou, even zo mooi strak zitten. Kijk, en nu heb ik vier matten en dit klopt een stuk beter. Dus nu is het eigenlijk klaar.
Ik ga het nog eventjes bijknippen. Ook mijn punten uitdunnen. Of mijn eigen haar uitdunnen, omdat het vrij dik is. En dan een beetje de puntjes weer knippen. Om er vervolgens krullen in te gaan zetten. En zoals je kan zien, dat doet een beetje pijn. Want je trekt in zware aan een heel klein plukje. Omdat die matten aan kleine plukjes vastzitten. Dus ja, aan mijn hoofd te zien, vrij pijnlijk. En ik kan je zeggen, het was vrij pijnlijk. Nou, ik ben weer thuis. De extensions zitten erin. En ze heeft er een krul in gedaan. Ik moet zeggen, de krul vind ik erg heftig. Ik vond het stijl, denk ik, mooier. Hoewel de krul ze nu ook alweer een beetje uitgezakt. En nu vind ik het wel heel mooi. Ik ben er echt zo blij mee. Echt heel blij. Ik voel me eindelijk mezelf weer met lang haar. Het is zo lang geleden dat ik zo lang haar heb gehad. En ja, het is zo natuurlijk. Het effect, je ziet gewoon bijna de extensions niet zitten. En dat vind ik echt knap. Dus ja, dit is mijn haarlengte nu. Vanaf nu is het voortaan zo lang. Prachtig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk zondag niet te kijken naar de workout met Colhout. Maar voor nu zijn we in deze video. Geef het natuurlijk een duim omhoog als je het een leerzame, leuke vlog vond. Of helemaal niet leerzaam. Ook gewoon een dikke duim omhoog geven. Vergeet niet te abonneren voordat je weggaat. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doeg!